Met een tweeduizendste klant, waar Harry, 98 jaar, vrijgezel, en hij woonde samen met zijn oudere broer Toon, van 103. Ik ga erin om alles te regelen, kom bij Toon en aan, ik geef hem mijn hand. Zeg Toon, gecondoleerd met het verlies van de broer. Toon zei, hoezo een verlies? Ik was juist diegene die de mond er aan een trap heeft gevonden. Ik zeg, goed, nou moet ik toch even zakelijk worden. Wil hem begraven of wil hem cremeren? Nou, zei Toon, doe maar cremeren, want dan kan hij nog één keer roken. Ik zeg, en waar wil hem dan in de war hebben? Toen ze in de war hebben. Ik zeg, ja, ik bedoel verstrooid. Nou zit je, doe maar verder de voordeur van ons biljartcafé. Want dan kan hij af en toe nog eens binnenkomen bij je. Ik zeg, wil je ook nog bloemen bestellen? Ja, zit je, doe maar een bos tulpen. Die doen meer in het meeste aan onze Harry denken. Die liet ook al zijn kop hangen als je nu op rug stond. Zeg, en dan de bitprentjes. Dus ik fiet mijn boeken bij, mijn verbeelden. Zeg, hier, zoek hier maar een skon verkant uit. Ja, je kent er ook een foto van jullie Harry opplakken. Nou, ze tonen, in dat geval kies ik voor een skon verkant. Ik zeg, goed, wat voor hobby's had jullie in Harry? Oh, zit die, onze Harry, die spaarde sigarenbeentjes. Ik geloof dat je wel 1600 haar. Ik zeg, nou, nou, dat is een skonverzameling. Nou, ze toon, ik ving een zak aan. Het zijn allemaal dezelfde. Ik zeg, goed, je krijgt van de verzekering 90 kaarten. Maar wilde dan ook nog een advertentie in de krant? Ja, zit toen, doe maar eens een heel klein advertentieke. En dan moet je er inzetten, te koop. 1600 sigarenbeentjes. Zeker zondags ergens fruit die straat in. Ik kom bij de overbuurvrouw aan. Die deur vliegt open. Nou, ze zeggen, houd op elkaar maar, ik kom toch niet. Ik zeg, hoezo niet? Nou, ze zeggen, dat ik nou al weet dat je op mijn begrafenis ook niet kunt. Zondagavond ben ik Toon op te halen om hem mee te nemen naar het mortuarium. Of zoals wij dat op de zaak noemen, de cakeshop. Ik zeg, en Toon, hoe vindt het? Ligt je er niet vredig bij? Het is toch net of dat hij slupt? Ja, zei Toon, het is net of dat hij slupt. Met 20 borreltjes op. Dan kroop je ook altijd met zijn goeie pak aan de bed. Ik zeg, goed, dan kom ik om morgen vroeg om 10 uur ophalen, want om 11 uur begint de dienst. Toen zei, dan hoef ik om 10 uur nog niet meer mee in te zijn, want dan rijden wij een uur op. Dus ik, hè, om 10 uur zondags door, hè. Haak hem in die dikke Amerika aangezet en wij je weg. Zeg, even goed, dan wel onderweg zit hij. Hey, kan ik het door niet even stoppen bij de caféke? Het schiet nou in een keer te binnen, ik ben vergeten de biljartclub ooit te nodigen. Ik zeg, moet dat nou nog? Ja, ziet, die kan dat vanmiddag ook wel doen, maar dan ben ik bang dat ze te laat zullen zijn.